Alles klopt als een bus. En nu de finale. Ze hebben maar 2 dagen om zich op te laden voor de grote finale. Maar met de gigantische support uit het land en met de huidige sfeer binnen het team moet het genoeg zijn. Dat denken de Oranje Leeuwinnen zelf. Gisteren zagen bijna 3 miljoen mensen hoe ze Engeland naar huis stuurden. En dan vertrek je zelf natuurlijk ook blij. Een bijzonder gezellig ritje was het van Enschede naar Zeist, waar de dames deze weken trainen en slapen. Nederland heeft genoten van het historische duel. Ze doen het lekker veel beter als de mannen, vind ik ook wel eens leuk. Ja, ik vind het leuk dat ze gewonnen hebben, maar ik heb er op dit moment nog niet veel mee. Ik vond het heel goed voetballen. 3-0, keurig uitslag. Ik vond vooral de sfeer ook heel leuk aan het einde, dat ze allemaal stonden te dansen en heen en weer te bewegen. Ik kwam net thuis van mijn verjaardag, dus ik heb het behoorlijk zitten genieten. Snel, jeugdig en ze vochten ervoor. Is er misschien nog iets, meneer, wat de mannen van de vrouwen zouden kunnen leren? Heel veel, denk ik, ja. Hard werken. Mentaliteit, denk ik, want dat hebben ze wel. Heel sterk. Nou, ik denk dat de mannen graag willen scoren of zo. Ja, de dames ook wel, maar ja, toch op een andere manier. Ik zou je vertellen, het verschil tussen de heren en de dames is, de heren horen te spelen. Die worden er goed voor betaald, maar deden niks. De vrouwen worden minder betaald en daar geniet nog meer van. En nou de finale nog. En in die finale, zondag om 5 uur, wacht Denemarken, waar Oranje in de groepsfase al een keertje van heeft gewonnen. Dus ja, waarom zou dat niet gewoon nog een keer lukken? Alles lijkt momenteel te kloppen. De kracht van dit team, ja, en het is wel een cliché, maar het is echt waar, is dat het een team is dat, en dat iedereen zich wegcijfert voor dit team en alles geeft om die wedstrijd over de streep te trekken. En ik kan heel veel voorbeelden noemen, maar ik wil er wel eentje noemen. En dat is bijvoorbeeld Mandy van den Berg, onze aanvoerder, die gepasseerd wordt. En zij zet direct de knop om en ze is er voor het team. En zo kan ik meer voorbeelden opnoemen. Maar, en dat maakt ons echt ja, een fantastische, je zou haast zeggen, familie. Er is inmiddels een run ontstaan op kaartjes voor de finale. Duizenden mensen willen er naartoe en op Marktplaats gaan de prijzen ook al door het dak. Officieel kosten de kaartjes 20 tot 40 euro, maar ze doen nu al meer dan 100 euro. Via de gewone kanalen is de finale helemaal uitverkocht.